Ja, het is de Heineken Musical. Kun je je voorstellen, vorig jaar toen wij hier zaten met ADE en we blij waren dat er 300 man waren. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo extrovert. Ik ben gewoon een rustige jongen. En ja, je komt door het succes in de schijnwerpen te staan. Maar het is niet zo dat ik heel uitbundig ben en per se maar in de schijnwerpen hoef te staan. We gaan terug naar oktober 2016. Amsterdam staat 5 dagen lang geheel in het teken van dance. Want dit is het Amsterdam Dance Event. Met 140 locaties, 2200 artiesten en 350.000 bezoekers groter dan ooit. Al die bezoekers komen voor seminars, interviews, meetings, maar natuurlijk het meest om keihard te feesten. Iedereen die ook maar iets met dance te maken heeft, is hier in Amsterdam op dit moment. En wij dus ook, want vandaag ga ik meelopen met de boys die dit jaar definitief doorbraken. De jongens van Criss Cross Amsterdam. En dan heb ik het over de broers Sander en Jordi Huisman en Yuki Kempees. Oftewel, Criss Cross Amsterdam. Wat begon met eigen georganiseerde feestjes, liep uit naar iets groots. In 2016 gaat de hele wereld los op hun hit Sex. Sex. 2016, het jaar van Criss Cross Amsterdam, mag ik dat zo zeggen? Nou, voor ons wel. Het was echt een bijzonder jaar voor ons. We hebben de Sex single uitgebracht en die is eigenlijk opgeblazen. En dat heeft ons internationaal ook voet aan de grond gezet. Dus voor ons is 2016 een heel bijzonder jaar geweest. Vorig jaar stonden we ook op ADE, was onze eerste keer op ADE. En als je vergelijkt dit jaar met vorig jaar, dan is het inderdaad wel ons jaar. Wanneer was het moment voor jou, Yuki, dat je jezelf echt eventjes in jezelf moest knijpen van wow, wat maak ik hiermee? We gingen naar Denemarken en we waren eigenlijk alle drie een beetje zenuwachtig van wat kunnen we hier verwachten en kennen ze ons wel en vinden ze het leuk wat we doen, want toch iets anders. En toen zetten we Sex aan en er stond 10.000 Deense mensen die het woord voor woord meezongen. En dat, toen keken we elkaar wel aan van wat gebeurt hier nou? En dan hoor je later dat hij ook in Denemarken, dat hij daar platinum is gegaan. En dan besef je wel echt van wat voor kracht dat nummer heeft gehad. Met een wereldwijde hit op zak krijg je natuurlijk ook aandacht en optredens in het buitenland. Overal waar deze mannen komen gaat het compleet los. Maar altijd volgens een duidelijk Criss Cross Amsterdam concept. We beginnen onze sets meestal rond 105, 108 bpm. En we eindigen soms wel op 160. Maar wel altijd met een Criss Cross gevoel. Dus een oude remix of een nieuwe edit die we vaak zelf maken. Veel herkenning, hoog tempo. En eigenlijk hebben we nog nergens gehad dat het niet werkte. We've just been walking down those city streets, yeah. All day long and I've been thinking about it. I can't wait until we get between the sheets, yeah. No, 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 no. Hold it back, it's way too long. Trek jou er gelijk eventjes bij, want we zijn jullie de hele dag aan het volgen, maar ik heb jou nog niet gezien. Ja, ik was doodziek. Ja? Het gaat nu wel redelijk. Ik denk, 4 biertjes ben ik er wel weer. lekker man. Ja. Hey, ben ik een beetje klaar voor vandaag, vanavond? Nou ja, we hebben net nog een beetje voorzitter bereid. Vanavond natuurlijk HMH met Hardwell, dus wel spannend. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja? Ja, we gaan hem rocken. Ja, gezellig man. Hij is beter hoor. En die spanning kan ik me best goed voorstellen. Maar voordat we naar die belangrijke show in de HMH gaan, is er eerst nog een borrel in de Jimmy Woo. En die is niet onbelangrijk, want Sex heeft het ook in Frankrijk goed gedaan. En daarom een Franse gouden plaat voor Jordi, Sander en Yuki. Ja, toen kregen we ook die vocal van Cheat Codes. Toen gingen we aan de slag en het ging eigenlijk bijna vanzelf. Maar dat het zo zou uitpakken als dit en al die dingen die we hebben meegemaakt, nee, nooit. We dachten eigenlijk een beetje aan Nederland. Gewoon, ja. Toen werden we op een gegeven moment Grand Slam. Jullie waren toch wel de eerste die ons oppakten. Graag gedaan, mannen. Jordi en Sander zijn ondertussen de set voor de HMH aan het voorbereiden. Ik stoor ze kort om eens te kijken hoe dit in zijn werk gaat. Nou, we hebben eigenlijk al wel een soort van basis altijd waarvanuit we werken. Maar we proberen per set, per optreden te kijken van wat willen ze nou ongeveer gaan horen. En Hardwell in de HMH is denk ik iets minder urban, als ik het goed zeg. Iets meer EDM.
iets wat jonger publiek, denk ik, waar we normaal voor staan. Maar wel te gek. En dan gaan we vandaag kijken van, nou, waar gaan we heen? En nu gaan we gewoon wat nummertjes uitzoeken op de computer. Hoe mooi is het? Want bij een setje van jullie is het altijd zo dat mensen opeens nog even zo... Oh, die ja. Ik zie bijvoorbeeld Halle Backgirl erin zitten. Hoe kom je daarop? Hoe kom je erop omdat je denkt, oh ja, ik moet Halle Backgirl weer eens draaien? Ja, dat is, ik denk echt, ja, ervaring of zo. Of, maar ook... Die zijn we opgegroeid. Ja, dus wij draaien al vanaf 2000. Nou, het is nu 2016. Halle Backgirl komt uit 2002 of 3. Dat zit gewoon helemaal in ons systeem. En dan, maar dan kijken we wel van, dit is wel weer een versie in een nieuw jasje. Dus wel weer met een dropje erin, met een wat steviger gebied. Origineel zouden we dan nooit pakken. En wat ik me dan toch al heel lang afvraag. Hoe zit het nou met DJ's en vrouwelijke aandacht? Ja, maar gewoon dat je bijna er bang van wordt. Echt gewoon. Ze vechten bijna om je en ze pakken je hand en ze gaan met je dansen en zoenen en je moet ze echt vast afslaan. Even serieus, want wat doet dat met je als mens? Want ik kan me voorstellen, je bent gewoon een normaal mens, je bent net als elk ander, maar je hebt een hit opeens. Wat doet dat met je? Nou ja, als je er niet tegen kan en je laat jezelf daar te veel meeslepen en je denkt dat je meer waard bent dan de ander, kan dat heel veel met je doen. Maar ik denk als je met beide voeten op de grond blijft staan en ja, kijk, een hit kan je overkomen. We willen dat heel graag. Het is nu gebeurd. Ja. Maar ik ben net zo waard. Wij zijn net zoveel waard als de rest van de wereld. En iedereen doet iets wat hij leuk vindt. Een bakker maakt broodjes en wij maken muziek. Dus ja, bij ons, ik vergeet het altijd wat we doen. En vanavond met jou zijn we mee. En dan besef je wel eens van, oh ja, we doen eigenlijk iets andersom, hè? Ik ben met jullie mee, hè? Oh ja. Het is een nederig antwoord van jou, maar ik ben met jullie mee, hè? Gaan we volgen met jou mee? Ja, ja. Maar ja, ik vind bescheidenheid ziet de mens. En ja. ik vind dat we gewoon altijd, als iemand geen gek doet van ons, dan zeg ik ook, doe ze even lekker normaal. Dit is wie we zijn. En we waren 10 jaar. Het is ook Makeris Cross Amsterdam voor jullie soms. Daarom, vind ik wel. En hoeveel mensen je ook kennen, je bent dezelfde persoon. En als je ons mag, 10 jaar terug, dan zijn we eigenlijk niets veranderd. Drie kwartier voor de set is de kleedkamer. Want jullie komen in heel veel kleedkamers. Wat verwacht je een beetje van de kleedkamer? Of hebben jullie niet zoveel eisen? Ja, het ziet er eigenlijk bijna altijd uit zoals dit. Het is gewoon een beetje steriel, hoog licht. Net te weinig bier in de koelkast. En we hadden laatst in Letland. Had ik het net ook trouwens over. Maar daar zaten we echt een soort van kledingkast. Dat was gewoon, echt konden we gewoon staan met z'n drieën. Ja. Dus dit is luxe. Ja, maar dan verwacht je ook wel wat. Maar dit is een beetje wie hier allemaal heeft gezeten. Ja, ik denk een hoop grootheden, hoor. Ja, denk ik ook wel. Sowieso. Maar is er bij jullie hebben jullie een rider wat erop moet staan? Of valt er wel mee? Ja, blauwe M&M's. Altijd. Ja. Nee, we hebben altijd een fles wodka van een bepaald merk. Ja. Die gaat heel vaak ongehopend in mijn rugtas. Ja. Lekker. Goed, tijd om even de zaal in te gaan en daar de sfeer te proeven. En onderweg kom ik de host van deze avond tegen, Hardwell. Ja, ik ben sowieso een mega fan van allerlei verschillende genres. En dat, ik denk als je de line-up ziet dat wel duidelijk is. Een keer wat anders, man. Ik ben ook fan van Chris Cross en ze draaien lekker alles door elkaar. En voor mij is dat echt de perfecte manier om de avond te starten. Het is een soort lokroep van een pauw of zo. Maar het is om mijn stemband op te warmen. Boys, ik heb de hele dag met jullie meegelopen. Ik vond het echt fantastisch. Jullie gaan nu op. Ik ga meekijken naar jullie. Ik wil jullie ontzettend veel plezier wensen. En knal hem. En heel veel succes in de toekomst en alles wat jullie gaan doen. Thanks, man. Ja, man. Hey, Tomme. Ik zeg hoe laat is het? Tijd om te gaan. Ja.